Noem jij jezelf feminist? Ik ben absoluut een feminist. Tot in de kist, heb ik wel eens opgeschreven. Feminist tot in de kist? Wat is persoonlijke vrijheid voor jou, Hedy? Dat je onafhankelijker wordt van de blik of de opvatting van anderen. Dat is het streven en ik moet zeggen, dat gaat makkelijker als je oud bent dan wanneer je jong bent. De samenleving lijkt ook voor mij de laatste tijd veel preutser te worden dan ik meemaakte in de jaren 60 Zo. Of 70. Nou, ik heb het gevoel dat het aan de ene kant heel preuts is en aan de andere kant is het ook juist heel ordinair als je kijkt naar wat er op tv wordt gedaan en als je naar de muziek luistert. Het is wel heel erg afgevlakt, want het is de hele tijd alleen maar drugs en seks. Het heeft weinig meer te maken met liefde voor bepaalde dingen. Hoe vrij we zijn ten opzichte van naaktheid. Ja, ik omarm mijn lichaam wel. Als je naarmate je ouder wordt en je lijf doet het, vind je het bijzonderder dan wanneer je jong bent. En dan ga je ervan uit dat alles het doet. Maar om het te vertonen had ik toch meer onbevangenheid toen ik jong was. Hoe vind jij dat het gaat met de emancipatie van de vrouw? Ja, het glas is half leeg en half vol. Ik vind natuurlijk sommige dingen veel beter en vooruitgeschoven. De gelijke rechten, onafhankelijkheid economisch, is er natuurlijk niet. Wat ik in Douwe bewonder is dat hij een heel groot talent is en dat hij heel veel succes heeft en desalniettemin heel bescheiden en zachtaardig is gebleven. Wow. En dat vind ik wel wat ik in mannen aardig vind. Ik bewonder in Hedy dat je de leeftijd hebt die je hebt en niet verbitterd bent. Ik heb nu soms al moeite met niet verbitterd zijn om dingen die je ziet. En ik denk dat de grootste wat je kan behalen in het leven is oud worden en niet verbitterd raken. Nou, omdat je dat nu al weet dat zo belangrijk is, overkomt het je niet.